Hoi, goedemorgen. Leuk dat je kijkt naar mijn hobby YouTube kanaal. Oh, dit is de verkeerde. Dit is in mijn reserve. Oh. Dat begint goed. Hi, goedemorgen. Oh, misschien heb ik die andere al opgemaakt hoor. Dat zou heel goed kunnen. Ik begin even met de Elf Putty Primer. We gaan ons klaarmaken, want ik ga zo lekker lunchen uitgebreid. Want Dennis is jarig vandaag. Dennis is 50. Ja. Het gebeurt, hè? We doen er niet heel veel aan. We zijn vandaag lekker met z'n tweeën. Hij is nu even naar kantoor. En dan gaan we zo meteen lekker uitgebreid lunchen. Wees dus aan het werk. Vieren het aankomende zaterdag. Dan hebben we een zaaltje gehuurd. En dan doen we even een soort receptieborrelachtig iets. En dat is dan ook gelijk voor Wesselse verjaardag. Die is in april 20 geworden. Zo vieren wij meestal die verjaardagen samen. Want Wesselse verjaardag valt vaak samen met de meivakantie. Dus dan zijn een hoop van onze vrienden. Dit is de Catrice Bright, Under Eye Brightening iets. Ah. Ik heb nog oogprut. Hebben jullie ook zoveel oogprut? Ik heb altijd hard oogprut. Wes heb altijd zacht oogprut. Ik heb altijd hard oogprut. Ik heb geen idee waarom. Zeg maar. Waarom heb ik hard oogprut? In verhouding tot Wes. We gaan een aantal nieuwe... Nou, laat ik opnieuw beginnen. Hoi, leuk dat je kijkt naar mijn hobby YouTube kanaal. Welkom. We gaan een aantal nieuwe producten beginnen. Waarvan onder andere de brightener. En deze. De L'Oreal Age Perfect Foundation Balm. Ik was dol toen die kwam uiteindelijk bij Zalando. Want ik wilde hem al heel lang en op de Amerikaanse Amazon.com kon ik hem gewoon of niet bestellen. Of hij was uit het assortiment of nou van alles. Deze, dit zit een beetje heel gek hè? Of valt het wel mee? Ik ga dit, wat is dit? Nou ja. Ik heb een messy hairdo vandaag. Dus ik heb hem al 2 dagen geprobeerd. Kijk, mijn ziet er zo uit. Ik had hem al. Zal even pakken. Als ik hem zo snel kan vinden. In de kleur 2. Dit was geen goede match. Ja, dat was gewoon geen goede match. Dus ik heb een andere besteld. En ik heb hem geprobeerd met een spons. Ik heb hem geprobeerd met mijn handen. Ik heb hem geprobeerd met mijn kwast. Handen hou ik gewoon niet van. Ik krijg vies handen van. Dus we doen het met een kwast. Spons. Wat ik vond... Het is sowieso een heel lichte dekking wat je hiervan krijgt. En ik vond een spons zuigt dan nog een deel van het product op. Dus dan blijft er echt heel weinig over. Gisteren had ik hem op thuis. Ik doe iedere keer echt zo'n dipje zo, hè. Het gaat echt een heel eind.
En ik hou van lichte serum, balmachtige dingen. Hè? Ik heb een iets rijpere, droge huid. Ik ben ook niet bang om te zeggen, ik ben 49, dus nou ja. Wat ging ik zeggen? Ja, het geeft een lichte dekking. Maar op zich prima. Ik hou ervan. Deze kleur is voor mij echt heel erg goed. En ze hadden bij Zalando ook maar 3 kleuren. Ik weet niet of dat blijft bij Zalando. Maar het is best heel glowy. Gisteren, dat ging ik vertellen. Gisteren had ik hem op met niks, zeg maar. Sorry, daar ben ik weer. Met niks. Niet met iets van niks, maar gewoon alleen. De foundation, zeg maar. Dan, hij droogt wel op. Maar niet tot het punt dat je denkt, oh, ik heb echt een droog gezicht. Begrijp je wat ik bedoel? Het blijft altijd een beetje plakkerig aanvoelen. Is dat het woord? Dit was de Age Perfect concealer. En nu gaan we voor de Age Perfect powder. En deze vlek is echt ook gewoon echt. Laat ik het zo zeggen. Ik heb niets wat die vlek camoufleert. Kijk, de shine is wel een beetje weg, maar ik zie in de spiegel dat het, als je gewoon rustig afpoedert. En dat doe ik alleen maar omdat ik niet van dat plakkerige gevoel hou. En dat zit er nog een beetje, maar dan pak ik even mijn kwast en dan. Zo. Dan pak ik een beetje van de Max & More Fixing Spray. En dan kunnen we dat poeder nat maken. En dan zinkt dat in de huid. Goed nat maken. Ik hou niet van een nat gevoel. Maar goed, hij droogt dus niet helemaal op. Dus je hebt altijd zo'n gevoel alsof je crème op je huid hebt, zeg maar. Niet dat het erg is. Als je daartegen kan, dan moet je dat vooral gewoon zo laten. Even een watje, want dat heb ik even nodig. Ik had bij Revolution browpoeder gekocht met van die stencils. Nee, daar gaan we. Dit vond ik de mooiste. Hij plakt nog een beetje op mijn huid vast.
niet helemaal dus. En dan... Ben aan het filmen! Hè? Ben aan het filmen. Oh, dan ga ik wel naar beneden. Oké, dit is de light. Dit is echt, echt heel donker. En dan doe ik het echt met een lichte hand. Het model is wel mooi. Maar het is niet helemaal wat ik in gedachten heb. Dus dan moet ik alsnog met een potlood. Deze is van Catrice. Zeg maar de staart inkleuren. De kleur is op zich wel goed hoor. Het is heel assig. Wat ik fijn vind. Hey, het model is op zich echt wel heel mooi. Alleen. Heel donker. Ik ga er even gewoon. Doorheen borstelen. Ja. Het werkt prima, maar ja, het is wel een beetje een gedoetje. Ik heb een blush van L'Oreal, ook de... Dit is de 101. Ik denk dat dit de Rosewood is. Op een of andere manier is mijn gezicht veel bruiner dan de rest van mijn lichaam. Terwijl ik toch echt niet in de zon zit. Maar... Zo. En dan hebben we nog een beetje bronzer. Zo. Het is allemaal licht en luchtig, hè? Daar hou ik van. Wat heb ik niet nodig gehad. Nou, even weg. Dan ga ik een fluffy penseeltje pakken. En een heel klein beetje lichtbruine oogschaduw. Zo, meer hoeft het niet te zijn. Ik zit helemaal te knoeien hier. Wat is dit allemaal? Ik weet niet wat het is. Ik heb de No Budge Stick van Elf in een roze kleur. En dan zet ik gewoon even zo een lijn. Ik steek gewoon mijn ver in mijn oog, echt. Dan pak ik een plat penseeltje. En dan neem ik met die...
ook een klein beetje roze aan de onderkant. Dit was een beetje een hard penseel. Ik pak even een wat zachtere, dan kan ik het gelijk misschien smutsen. Ja, dit werkt veel beter. En wat hier dan het mooie van is, ik zie helemaal wazig van het schriftprik in mijn oog, is dat je gelijk blauwe ogen hebt. Meer ga ik aan mijn ooglok niet doen vandaag. Het is wel een beetje... Wat ik doe... Ik heb hele stijve wimpertjes, dus... Ik maak heel klein beetje de tangetje warm. Zodat de krul er echt in zit. En ik merk gewoon dat dat bij mij beter werkt. Dit is de primer van Catrice, nieuwe van de nieuwe update. Even mijn ogen iets oplichten. Terwijl dit droogt, doen wij ondertussen even een lippotloodje op. Van, ik heb nog niet, deze is van NYX. En wat zal ik doen? Last van mijn oor. Ik heb een gaatje doorgeprikt. Maar... Dit is mooi, denk ik. Een beetje te licht voor wat ik nu wil. Oh, dit is misschien wel mooi. Wacht even hoor. Hier weer zo'n plek. Waar komt dat dan toch vandaan? Mascara. Dit is de nieuwe Boost Up van Catrice. Ik vind hem echt wel heel fijn. Hij is echt heel prettig. En op dagen zoals dit is één laagje voor mij genoeg.
Ik heb aan alle kanten geknoeid. We doen nog maar een beetje erbij. Het is tenslotte Dennis' verjaardag. Even met een spoelie. Dan kun je heel mooi gewoon. Het beste is om even te wachten tot het droog is. Maar... Zo. Het is wel gepoederd. Maar je ziet de shine van de balm er doorheen. Dus wat dat betreft hoef ik niet nu nog een dewy setting spray of zo te doen. Dat vind ik helemaal niet nodig. Dit is wat het is voor vandaag. Ik moet altijd een beetje aan mezelf willen met rode lippen. Roze staat mij niet zo. Dit was hem. Met wat nieuwe producten. Ja, dit was hem. Bedankt voor het kijken. Like en subscribe. En dan zie ik jullie in de volgende keer.